Op zondag waren we met z'n allen thuis. Vader die ging kaarten en kwam om 1 uur naar huis. Wij hadden de tomatensoep al op. Iedereen evenveel balkjes. En vader kwam binnen en moeder zei: Jan, jij hebt de soep al uit, zeker? Hij zei ja. Met 7 aan de tafel, de grote tafel bij ons thuis, is het eten nog niet klaar. Vader van het kaarten thuis, met 6 dan maar aan tafel. Vader heeft zijn soep vast uit. Is zij dan toch aangekomen en vertelt hij 100 uit over verloren vaders dromen. Spijtig genoeg, het kwam nooit uit, want geen één is er geworden wat vader zo graag had gehad. Dokter, advocaat, dampend volgt daar op de schotel. De politiek komt nu aan bod, met grote broers worden gegoocheld. Ja, de zussen worden bijna zot. Tot moeder met kalme gebaren de stemming weer wat heeft hersteld. Met 7 aan de tafel, de grote tafel bij ons thuis, is alweer zo lang geleden. Nooit schuift moeder nog de tafel uit, van 7 is slechts 1 gebleven. Daarvoor is ze veel te ruim, maar soms denkt ze nog wel in, waar is ze nu? Alle thuis, 7 aan de tafel, 7 aan de tafel. Geef ze maar een warm applaus, die fantastische muzikanten, dames en heren. Met 7 aan de tafel,